Een hele goede morgen. Leuk dat jullie kijken. Ik ben Stefan Weerts. En we gaan naar het werk. En wie ben jij? Wie ben jij? Kiki Mier gaat mij uitzwaaien. Ga je nou zwaaien dan? Die heeft ook een filmpje erbij. Dus we gaan naar het werk. En dan zijn we even aangekomen op een voorbereidings iets. Ik heb hier al een plankje gemaakt. Hier kunnen dus een systeemplafond plankje. Dus zo'n plank wat in het systeemplafond zit. Of ja, schuim, wat is het? Die kunnen hierin leggen. Ik heb hier al van een schaartje geboord, dat is het hard. En ik ga met deze combo. AB. Ja, die is groot. Even een gaatje boren. En dat is dan de inmaat. Het gatmaat van de spot die erin komt. En dan kunnen we zo alle plafondplaten hierop leggen, boren. En dan hebben we overal in het midden hetzelfde grote gat. En dan kunnen we de lampjes erin hangen. Er zijn heel veel lampen, dus daarom hebben we maar even een malletje gemaakt. De man kun je nog wel eens een keer uitmeten. Maar bij zoveel lampen zit dat er niet in. Dus ik heb even een voorbereiding gedaan. Ik ga zo meteen even de lampjes ophalen bij de leverancier. En dan gaan we, als het goed is vandaag, gaan we alvast een paar lampjes monteren. Als alles er is. Want dat is nog de vraag. Dat tot zover. En dan gaan we eerst even een lekker bakje koffie drinken. En ondertussen zijn wij klaar met werken. Eigenlijk iets meer gedaan dan we hebben opgenomen. Want de lampjes die hebben we opgehangen. En dat laat ik jullie nu eventjes zien. Dit is het verschil tussen oud en nieuw. Dus dit is oud. Dit was nieuw. En daarna heb ik nog even bij een ketel gekeken. Die had een storing, een rare storing. Alleen de ader was niet aangesloten van het stopcontact. Dus ja, dan kun je een uitdaging krijgen. Dan valt hij in storing en dan doet hij het niet. Direct even een lekkage bij de ketel verholpen. Dus nu zijn we onderweg naar mijn vader. Die heeft een charger voor mij opgehaald voor mijn telefoon, omdat ik mijn telefoon eigenlijk altijd leeg heb, want ik ben altijd druk met YouTube, Insta posten, Snapchat. Dus daar ben ik nu naar onderweg. En dan zien we jullie zo. Die ook? Stef, kijk dan. Hele mooie oplader van onze grote vriend Erhan Telecom. Yo! En ondertussen wordt het gewoon even tegemoet gebracht. Erhan, dankjewel hè! Wil jullie kalm man? En dan vragen jullie af, waar ga ik nu heen? Nou, wat mijn vader net heeft gebracht, dat gaan wij dus zo meteen thuis uitpakken. We gaan eerst eventjes naar Ramen Blenderen Zwolle, als ze er nog zijn. Want als het goed is, denk ik wel dat ze bijna klaar zijn met de auto. Denk ik. Maar dat gaan we nog wel zien. En dit is inmiddels tot nu toe het resultaat. Maar Basje moet naar huis.
hier ook vooruit te blenderen? Ik denk het wel. En ondertussen zijn we thuis aangekomen. Renske heeft ook nog wat beeldmateriaal opgenomen. Dus we schakelen even over naar Renske. En dan gaan wij zo meteen nog even een dingetje thuis oplossen waar ik net en achter gekomen. Benieuwd? Blijf even gezellig kijken. Nou, wij zijn even naar de stad toe. Nee, dat is geen oliebol, dat zijn lumpia's. Hey Kiki! Hey! Wij zijn even naar de stad. Ga even naar de Primark. En ik wil even een beetje versiering voor oud en nieuw halen. Dus even naar de Solo. En ik wil zo even wat gaan halen, een broodje of zo. Kiki zei net van, ik heb honger. Dus even kijken wat we gaan doen. Kiki speelt al het kikkeboe, hè? Kiki Mia? Kikkeboe! Oh, oh, oh. Nou, wat voor vol? Ben je nou? Kikkeboe! Kiki die heeft een of andere body van een lingerie hier zo te pakken. Kiki vindt het wel een mooie jurk, hè? Nou, hang hem maar terug. Nee. Nee? Vind je mooi? Ja. Oh. Mijn nemen. Nee joh, gekkie. Wel. Zachtjes. Pas maar op, dadelijk zegt hij hap. Hey Kiki Mia, wat gaan we eten dan? Smoothie. Een smoothie. Gaat die mevrouw een smoothie voor jou maken? Oeh, lekker. Zachtjes. Nou, we hebben even een smoothie besteld. Gaan we halen? Nee, echt? Oeh, we zijn even lekker bij de... Wil je echt een oliebol? Oké. Okay. Nou, wij gaan even... Zonder rozijnen. Oh, met rozijnen? Nee, zonder rozijnen. Oh, zonder rozijnen. Nou, ik denk dat ze dat wel hebben, hoor. Ja. Met poedersuiker? Ja. Oh, ja. Ik denk dat Kiki zo moe geworden is van de stad, dat ze gewoon nu al ligt te slapen. Kiki ligt te slapen. Nou, wat gek zeg, met haar tongetje naar buiten. Dat is wel een beetje raar hoor. Oh, ze was toch nog wakker. Nou, ga naar huis rijden. Waar is Diamond bang voor dan? Een vuurwerk. Ja, hè? Gingen we ze uitlaten, vond Diamond niet zo leuk, hè? Lief van jou. Nou, zielig, hè? Ja. Lieve dingetje. Kiki! Papa jarig! Papa jarig? Nee. Ja, hij is gaat. Ik ben ook in de vleeswinkel geweest, hoor. Yo. Kom maar Kiki. Of Chico en Diamond. Altijd gezellig bij binnenkomst. Dan staat de hele gang vol. Ja. Hoi schat. Hi. Heb je het gezellig gehad? Jawel hè. Het is wel een beetje koud. Kiki ook gezellig gehad? Ja. Ja? Oké. Okay. Papa, de briefje is kapot. Wat is kapot? De briefje. We hadden een brief binnengekregen. Nou, papa hoeft die brief toch niet te zien. Die vindt hij niet zo leuk. Nou, laat maar. Oké, Kiki heeft de camera te pakken gekregen en die gaat nu even lekker filmen. We hebben een mooi plafond. Hey. En ondertussen, wat we van Eran hebben gekregen, dat is... Heb je dat opgehaald? En mijn vader heeft hem... opgehaald en die heeft het gebracht. Oh, wat lief. Oh, wat is dat? Moet je wel blijven filmen, Kiki. Dit is dus... Zo, er zit een beetje folie mee. Kom maar. Hier leg je telefoon op. En dan moet hij opladen. Maar ik weet alleen nog niet hoe je werkt. Weet ik ook niet. Waarom is dat wel zo donker dan? Het is waarschijnlijk op een knopje gedrukt.
Er zit dus ook een knopje bij dat je hem aan kunt doen. Dus, en er staat op dat het 80% is. Hier ligt je telefoon erop. En hij gaat opladen. Wij hebben... Dit is perfect. Snoertje erbij, kun je meerdere telefoons op elkaar sluiten. Dus dat is perfect. Ik weet je dit laten vliegen. Ben ik blij mee. Erhan, bedankt. En willen jullie ook zo'n ding? In Zwolle, op het Gassersplein, Erhan Telecom. Perfect. Dankjewel. Oké, en dan gaan wij nu naar buiten. Want ik moet even wat oplossen. Let's go. En dan zijn we buiten aangekomen. Het eerste wat we even doen, dat is naar de bus. Eén en twee. Dit trapje kunnen we het nog redden. Hoop ik. Want? Ja. 1, 2. De airco-kap is eraf gevallen. Dus die gaan we weer even netjes neerzetten. Die hangt weer. Ik ben blij dat hij niet op de auto's gevallen is. Want dan hadden we een schadepostje. Dus dat is ook al opgelost. En we gaan weer lekker naar binnen. En dit is wat Kiki bedoelde. De papier is kapot. Nou, zou het voor mij wel helemaal op mogen eten. Dus we zijn wel even benieuwd wat erin staat. Wat zou weer een boete zijn? 41 euro door u te betalen. Verkeersboete. Wat hebben we nou weer gedaan? 16 december om 11:30 in gemeente Deventer hebben we te hard gereden. Doe je niks aan. Het mooiste van het hele verhaal is Renske die gereden heeft. Want die is waarschijnlijk naar haar moeder geweest. Want ik was er niet. Althans, volgens mij was ik er niet. Tenminste, niet met de auto. Dus vind ik altijd leuk als een kaboet even mee. Dus ik zei, nee, was ik niet. Was je wel. En hebben we natuurlijk ook altijd rond deze tijden krijg je Nationale Postcode Loterij. En is alle weer een verrassing wat erin zit. Dus die gaan we ook even uitpakken. Ik ga eerst even mijn jas ophangen. En wat zit er dan in? Voordeelgids 2024. Allemaal kortings. Nou, top. Kunnen we weer voordeelgids gaan doen. Wat is dit? Eenvoudig geregeld. Kunnen we plus. Ja, ik ga zeker niet meespelen. Dus, appelpapier. Deze gaan we even overhandigen aan Ernst. Ik heb even gekeken, maar in principe ben ik het wel geweest. Want we zijn op autojacht geweest. We gaan hem niet overhandigen aan Ernst. Dus we zeggen er gewoon niks over. Ze zou wel vragen wat voor boete het was, maar... boeien. We gaan lekker naar boven. Kiki, wat gaan we doen? Vuurwerkjes niet kopen. Gaan we vuurwerkjes kopen? Nee? Ja. Oh. Wat gaan we eerst doen? We gaan eerst... Jasjes aan. Plassen. Kijk, Chico aan de kant. Aan de kant. Oh. Sorry, Chico. Dit is echt heel grappig. De kat zit achter de deur. De Chico wil met hem spelen. Wie is dit? Wat is er nou?
Maar hij durft niet zo goed. Pieter! Wat ben je doen? Waar is je nou? Waar is je nou? Goed kijkt, zie je daar in de schaduw op de grond. Heel goed. Ik zeg dat ze zeggen, jij hebt die boete gedaan, je krijgt nou de hik, zegt ze. Denk het niet, hè? Ik heb hem. Ben je geweest? Daar ben ik niet geweest. Toen had ik naar de Apple-winkel toe gemoeten voor mijn moeder. Omdat ze hier niet in de Zwolle zou zijn. Dat ben jij geweest. Vieze stinker. Gewoon mij een beetje schuld overgeven. Gewoon top, man. Dat zijn we samen geweest toen we op autotocht zijn geweest. Lekker voor je. En inmiddels hebben we... Wat hebben we gekocht? De knappertjes, hè? Ja. En wat heeft papa gekocht? Vuurwerk, hè? Ja. Waar is vuurwerk? Papa heeft het moeten bestellen, want dat hadden ze niet op voorraad. Oh. Komt morgen pas. Ja, dan komen ze met een vrachtwagen brengen. Zoveel. Nee. Nee, ik heb vuurwerk besteld, want dat hadden ze niet op voorraad. Dus dat wordt morgen geleverd en dan zien we het allemaal met oud en nieuw. Ik hou van oh, ja. Ik wil mijn oorwarmers op. Moet je oorwarmers op? Ja. Oh. Kijk eens, lief. Kijk. Ja. Oh. Oh. Dat is leuk. Nou, Kiki helemaal blij. Ben je blij? Oh. Niet zo hard. Ja, hè? Ja. Je moet wel zorgen dat er niemand aankomt dan, hè? Want als er hondjes zijn, mag je niet gooien, hè? Nee. Nee, onze hondjes vinden dat ook niet leuk. Nee. Oh. Even een andere kant op. Ja. Komt door de wind. Kiki wil ook nog even zien hoe we de pompoen hebben gegooid naar beneden. Nou, gaan we even bekijken. Ik zie niks, papa. Ja, even wachten. Komt vanzelf. Reactie van Kiki. Ma, je moet erbij. En die van Rens. Hé, dag Wouterman, tot zo! Nou, hier ligt pompom, daar en daar. Man, man, man. Maar één keer hebben we wel. Goed. Gaan we een beetje opwarmen gaan, maar ik zeg twee. Ik heb kom. Vond je het mooi? Ja. Ja, hè? Oké, we gaan pasta eten. Ik heb dit nog nooit gezien. Nee, de vorige keer had ik een badspinazie doorheen. En dit is uit de Friese. Ja. Maar ik heb het geproefd, ik vond het wel leuk. Ik ben benieuwd. Ondertussen dat ik met mijn dochter in bad heb gezeten, is Kirsten de restjes uit de pannen ervan op, hè? Want die heeft nog niet gegeten. En wel geteld met een lekker bakje koffie voor mij. Smaakt die? Ja, super. Top. Dus ook een bakje voor mezelf. En dan zul ik eens even bijgepraat met Kirsten, want dat mens dat zie je hier nooit meer. Dat is niet waar. Ja, ze komt altijd op de dag dat ik er niet ben. Ja, maar jij had het op jou doen. Gezellig, hè. Dus eerst helemaal rustig een bakje. En ondertussen ben ik al lekker aan het schieten. Met mijn water erbij, want die heb ik de laatste paar dagen weinig gebruikt.
En ik heb nog even samen met Walter nog wat leuke opdrachtjes bedacht. Dus de komende tijd gaan we leuke dingen doen. En dan rennen ze even tv aan het kijken. En ik geef hem de hondjes uitlaten. En wat gaan we dan doen? Zal ik je het vertellen? De vrouw is moe, dus gaan we... Naar bed. Dus een van de laatste keren, zeg maar, met de kerstboom. Want die wordt binnenkort weer opgeruimd natuurlijk. Dus we moeten... Na het nieuwjaar, hè? Na het nieuwjaar? Ja. Oh, dan hebben we nog even. Dus ik wil bij deze tegen jullie zeggen, ik hoop dat jullie hebben genoten van de vlog. En like en abonneren even. Duimpje omhoog is like. En abonneren staat erbij. Tot de volgende keer.